vijf in deze tijd beschrijf ik puur als onze identiteit in zijn relatie tot cultuur. Je wordt geprogrammeerd vanaf geboorte. Zo hoort het. Je plek, geloof en school, en ze verdelen ons in soorten. Net als je denkt dat de mens het aardig doorhebt, komt er weer een nieuwe utopie. We gaan ervoor, yep. Het ruime denken, afvragen, vakken leren. Geen opgelegde regels zonder vragen accepteren. Gaat verloren met de tijd in de strijd, je ziet het nu. Van de identiteit versus het individu. Want je identiteit kan een gevangenis zijn. Als je niet begrijpt wat er je belangen in zijn. Hoe zelfbewuster je bent, hoe meer je identiteit wordt bepaald door de keuzes die je maakt. En het feit dat hoe minder men achter het systeem aanholt, des te minder heel het volk wordt gebruikt en gedold. Ben jij gelovig of een atheïst? Ontwikkel je IQ als een individu. Opgeleid door politicus of een terrorist? Ontwikkel je IQ als een individu. Overtuigd communist of een kapitalist? Ontwikkel je IQ als een individu. En als je dit betwist, check dan wie zich vergist. En ontwikkel je IQ als een individu. Constructie via anderen. Je zelfbewustzijn kan nog continu veranderen. Want jouw geloof en jouw cultuur zijn niet de enige. Verschillen geven strijd, kennis delen kan verenigen. Zeeën van problemen gaan van kustlijn tot kustlijn. Merendeels gevolg van een beperkt bewustzijn. Leeft in een wereld geregeerd door angst. Waar men liever lacht en leert, maar wie leert het langst? Als onze veiligheid gaat ten koste van je vrijheid. En tijdelijk vermaak gaat ten koste van je blijheid. Angst te compenseren door te veel te consumeren. Doet het verlangen groeien om voor meer te gaan presteren. En hoe meer de maatschappij bij zich op materie verkijkt, des te minder men zich met het vrije denken verrijkt. Te afhankelijk en je levensstandaard te hoog. Want als slaaf aan het systeem zijn je waarde te koop. Ben jij gelovig of een atheïst? Ontwikkel je IQ als een individu. Opgeleid door politicus of een terrorist? Ontwikkel je IQ als een individu. Overtuigd communist of een kapitalist? Ontwikkel je IQ als een individu. En als je dit betwist, check dan wie zich vergist. En ontwikkel je IQ als een individu.